deur komen, volledig in de deur komen, armen gestrekt naar beneden. Op mijn ready, go. Een goede uitgang maken, een grote pas maken. Ellebogen tegen het lichaam, 301, 302, 303. Parachutecontrole, onmiddellijk 360 met de hangriemen. Ja, uitspreiden van de kabel, de verste hangriem pakken. Daarna de gewone procedure. 30 meter, goede hangriemen trekken, diep trekken. 5 meter, nu rustig op laten komen. En een goede para houden. Oké, kin op de borst, ready, go! Ready, go! Ready, go! December 1980. Voor het eerst sinds 5 jaar beleefde Rotterdam weer een militaire parade. Een hoge uitzondering in ons land, want men houdt niet zo van uiterlijk militair vertoon. Misschien regende het daarom zo. Maar de mariniers nemen als oudste krijgsmacht onderdeel van Nederland een bijzondere positie in. Vooral in Rotterdam, waar iedereen weet hoe de Zwarte Duivels in mei 1940 de Maasbruggen verdedigden. Daarom is deze film gemaakt. In opdracht van de Rotterdamse gemeenschap, het gemeentebestuur, het bedrijfsleven en particulieren. In 1665 had Michiel Adriaanszoon de Ruiter behoefte aan goed en bekwaam volk op zijn vloot. Geen loslopend stelletje huurlingen, maar gedisciplineerde, gedegen getrainde zeesoldaten in staat tot enteren van vijandelijke schepen. Hij kreeg al direct gelijk tijdens de vierdaagse zeeslag en de tocht naar Chatham, waar hij de beschikking had over 1600 mariniers. Het regiment de marine groeide en dook overal op waar Nederland zijn handelsbelangen of zelfstandigheid wenste te verdedigen. Namen op het korpsvaandel getuigen daarvan, zoals bijvoorbeeld Kijkduin, Spanje, West-Indië, Rotterdam, Javazee, Java en Madura. Rotterdam, mei 1940. Ook de noordoever van de Maas is al in Duitse handen. Toch verhinderen de mariniers 4 dagen lang de Duitse doortocht over de Maasbruggen. De afloop is bekend. In 1962 moesten de mariniers voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer in actie komen om toen nog Nederlands grondgebied te verdedigen, Nieuw-Guinea. Gevallen voor koningin en vaderland, in strenge plichtbetrachting. De marinier van vandaag is overal ter wereld inzetbaar. Zijn traditie is gebaseerd op een bestaan van 315 jaar. Oké, chop, daar gaat hij, kom aan. Hey.
Verder door. De training is veelzijdig, omvat oefeningen die zowel het fysieke als het mentale uithoudingsvermogen opvoeren en is gericht op het overleven als team, maar ook als individu. En de volgende, hou! Waarom? En gelijk weer. Kom, kom. En laag eroverheen, en weg. Hop, hop. En recht naar voren. Jump! Uit elkaar! Ja! Ja, bijna! Daar gaat hij. Jump! Uitputtende marsen als onderdeel van de commandoopleiding, maar ook oefening in de praktijk, in de ijzige kou en mist van de Schotse hooglanden. Het oppikken van kikvorsmannen. Met hoge snelheid schiet de boot op je af. Uiterste concentratie is een noodzaak. Een misschien niet voor de hand liggende taak van de marinier. Het binnenpraten van helikopters op het marineschip. Maar het korps kent zijn vliegers. Sneeuwpret en strandgenoegens. Alles gericht op het kweken van uithoudingsvermogen en mentaliteit. Het vaandel, uitgereikt door koningin Wilhelmina op 16 september 1929. Ik zweer trouw aan de koningin. Ik zweer trouw aan de koningin. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgster. Onderwerping aan de krijgster. Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Zo kent heel Nederland de mariniers. De erewacht op Prinsjesdag.
Maar nog steeds is de hoofdtaak van de mariniers als goed uitgeruste amfibische gevechtseenheid snel en verrassend te kunnen optreden onder alle omstandigheden en zo nodig met elk transportmiddel. Van noord tot zuid, van oost tot west, waar ook ter wereld. Zodra u gereorganiseerd bent, zo snel mogelijk optrekken naar uw nieuwe positie, tezamen met callsign 7-2 over. 4-1, dit is 7-1, dat is Roger. Eén granaat. Vuren op bevel. Stuk 1, 1 granaat, vuren op bevel. Sectie, sectie, vuur! Hands to firing stations, hands to firing stations. Nederlandse mariniers werken sinds 1973 in NAVO-verband nauw samen met hun Britse collega's. De vliegdekcontroleofficier op zijn hoge post. Hotel is clear to launch now. The wind is ahead at 11 knots. Clear launch, hotel. Take the hotel. Green 10 at 12 knots. Skin H is now 1016. Back to uniform, Roger. Roger, coming right behind. Roger. Helikopters zijn overal inzetbaar, net als de mensen die ze vervoeren. De mariniers genieten bijzondere belangstelling.
overlevingsoefening in het hoge noorden met een temperatuur van soms min 40 graden. Maar de sneeuwblokken voor de iglo worden op maat gemaakt met de machete, het tropische kapmes. Alles gaat mee in de slaapzak. Ook de natte kleren. De lichaamswarmte zorgt ervoor dat alles droog en soepel blijft. De wapenspreuk van de mariniers luidt: Quod patet orbis. Zo wijd de wereld strekt. Maar de mariniers oefenen ook wel eens boven Nederland. De marinier is een veelzijdig zeesoldaat. Hij is parachutist en commando. Hij kan duiken, skiën en klimmen. Hij kan opereren bij zowel 35 graden boven als onder nul. Kortom, onder alle omstandigheden. Individueel en in teamverband. De garanties hiervoor zijn vakmanschap, een juiste instelling en de korpsgeest. Eens marinier, altijd marinier.